Jongen, lui met allemaal skippieballen, liepen ze door de hele, ja, gewoon door de hele zaal heen en een beetje gek eigenlijk. Vier mensen, volgens mij acrobaten, die langs skippieden. In het begin zag het er een beetje maf uit. Ik bedoel, ik dacht mensen kwamen. Nou, ik was eerst een beetje de gedachte dat het een grap was. Maar toen uiteindelijk deden ze ook wel die kunstjes en ik vond het wel leuk. Ik heb al skippieballen gezien en twee cameramensen. Mensen met skippieballen die kunstjes gingen doen en op hun handen gingen staan. Ja, dat is wel leuk om te zien allemaal. Skippieballen. Mensen op skippieballen voor een reclame. Ja. Een aantal mensen op skippieballen. Was leuk. Ja? Ja, ik vond het wel leuk bedacht. Ik had het namelijk niet zien aankomen. Ja, ik vond het wel, was wel een beetje droog, maar wel leuk. Ja, het was wel grappig. Ik had het niet verwacht. Het was wel leuk. Het was best wel apart om het te zien bij je bioscoop. Grappig. Het was nogal overdonderd. Was het niet voor Sony? Dat heb ik niet eens gezien. Stom, hè? Ja, ik heb niet eens op gelet. Ik keek gewoon meer naar die ballen en al die jongelui. Volgens mij was het voor Sony Ericsson. Telefoon, denk ik. Een reclamespotje van Sony Ericsson. Ja, van Sony Ericsson. Ja, zoiets geloof ik. Het was top. Awesome. Wij vonden het helemaal top.